Nou, dan gaan we even van dichterbij bekijken, toch? Kijken of dat echt is. Ja. Of ze echt zijn opgerot. Het is een Christmas miracle. Ik zou de kamp in kunnen. Oh, grote beer zie ik daar. Meneer Beer. Meneer Beer is er weer. Blijf even daar. Ja, mooi. Ja. Kijk eens, allebei weg. Allebei zijn ze weg? Oh, mooi. Ja, ja. Dat is met die update, hè. Yes. Nou, mooi. Zijn we weer vrij uit. Kunnen we weer rondlopen hier. Ja. En ze gaan nu op een locatie. Het is niet echt mega ver weg, maar... Ze kunnen een behoorlijk eindje bij je vandaan respawnen. Ah, oké. Okay. Oh, ik zie gelijk een kist. Nou, die mag gelijk even grijpen. Er is helemaal niks van overgebleven, hè? Ze zijn echt helemaal weg. Ja, 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 ja. Ja. Nou, wel lekker. Ja, bij mij zijn ze een behoorlijk eindje bij mijn basis vandaan. Dat is echt ideaal. Heb je meer ruimte, kan ik veel, ja. veel meer doen. Ja. We hadden dit deel toch van de kaart helemaal, ja, we hadden het al helemaal open gelopen. Ja, dit hier waren we gestart, zo'n beetje. Ja. Er is hier ons niks vreemd in ieder geval. Nee. Nou, dat had ik wel op mijn eigen kaart. Het stuk waar mijn jagers waren, in eerste instantie, was een deel wat ik nog niet had opengelopen. Dus op het moment dat die verplaatsing kwam, zeg maar met die update... Ja? Ja, kon ik dat deel gelijk mooi openlopen. Daar was ik wel blij mee. Ah, een carrot. Ah, die beer is ietsjes dichtbij. Ik heb ook wel weer het idee, na die update, dat er iets meer dieren geïmplementeerd zijn. Ik weet niet of dat zo blijft, maar ik merk het in mijn solo game wel ontzettend. Normaal gesproken bleven ze altijd een beetje op een en dezelfde locatie, maar dat hebben ze ook natuurlijk een beetje... gaan wat meer verder lopen, zeg maar. Ah, ze hebben een grotere ze zijn uitgebreid. Oké, mooi. Ja, 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 ja. Dat is ook wel leuk. Maar eigenlijk, jawel, jawel. Een beetje meer uitdaging. Ik kan niet meer echt zeggen van, hey, ze zitten daar of ze zitten daar. Nee, nee, dat is zeker niet waar. Nee. Maar ja, ik vond het altijd sowieso een beetje vreemd met al die beesten eigenlijk. Waarom er zoveel waren en dan als hij gewoon meer heeft toegevoegd. Ja, ja. Nou ja, zullen we zullen zien. Nu moeten ze gaan zoeken. Ja. Ze romen meer over de kaart heen, zeg maar. De jagers. Ja, maar de dieren ook. De dieren ook, ja. Oh, kistje. Kistje waar. Een verlokkrat of niet? Nee, gewoon normaal kaars. Jammer, nee, okay. Jammer. Meer spijkers. Mooi. Oh, zo. Staat hier voor mijn neus ook een. Kijk eens even. Hoppa. Dat is een varken. Oh, daar kan ik wel die boom even. Ja, zit hier zo'n wolf. Ga jij opzij? Goed zo. Grote jongen. Blijf jij maar daar, wolfie. Goed zo. Oh, ik zie een kist hier. Naast de boom. Hoppa. Pam pam pam. Spijkers. Pam 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 pam. Waar oh waar zijn alle kistjes gebleven? Zo. Ik vond het best wel geinig hoe ze het op school hadden gedaan. Ze hadden overal nog wat geregeld. Kwam kraampjes en elke. En dan kon je gewoon. Alles wat je kinderen hadden gedaan over het jaar. Ja. Gewoon bekijken. Dat was leuk. En dan gingen ze zingen. Ja. In een koor. Een beetje dansen. Leuk. Maar ja, het was echt super druk. Dus, Ja. Maar voor de kinderen wel leuk. Oh ja, die dus vonden het geweldig.
Ja. Zeker na die coronatijd. Ja. Nog een kistje. Oké, dus wat gaan we vandaag allemaal regelen? Aangezien we toch weinig vijandertjes te maken hebben vandaag. Ik zie geen bandieten in de buurt. Nee, de eerste dag, omdat je met die update, zeg maar, is niks in de buurt. De eerste spawning zal vannacht zijn. De eerste spawning zal vannacht zijn, oké. Ja. Normaal gesproken is het altijd de eerste nacht. Na een update dan, zeg maar, in dit geval. Ja, en helaas zijn we natuurlijk al laat op de dag nu, dus het gaat al, zon gaat al zakken. Ja. Dus ja, ik heb nog een hele grote zwarte vlek hier in het zuiden van de kaart. Even kijken, zuiden. Ja. Nou, ik heb alleen nog een beetje boven het water zitten. En dan richting het nieuwe deel is ook opengelopen, Twin River. Ja, je moet op een gegeven moment, zullen we ook steeds verder weg moeten gaan, hè? Ja. Zover zijn we echt nog niet. Nee, helaas. Maar we kunnen wel in alle rust een beetje uitbreiden hier nu. Ja, dat kan. Zie ik nog... Nee. Ja, het gaat donker worden, joh. Chips. Dat heb ik ondertussen. Ja, niet echt veel, hè? Nee. Dat is een level 1 hert. Dat is... Wat ben jij? Jij een kippetje? Konijntje? Oh, ik heb een lokkistje gevonden. Oh, hebben we nog sleutel? Nee, ik heb hem niet. Zal ik ook niet. In de kastje kijken of we er een hebben? Oké. Ik vermoed van niet, maar... Nou ja, het is geen gevaar hier, dus ik heb geen probleem ermee. Tenzij ze vanavond even precies naast me komen spawnen. Nee, maar we kunnen hem ook niet maken, want we hebben niet genoeg massa. Oh, chips. Nou oké, dan moeten we het even onthouden. Het zit precies tegenover ons huis. Oké. Waar ik sta. Ik sta precies boven het kistje. Oké. Nee, ja, we hebben echt niet genoeg massa. Oh, hebben we nog genoeg stokjes? Wacht even, blijf nog even staan daar. Ook erop. Ja, we gaan kijken hoeveel ik... waar is dat ding? Even kijken. Nee, dat was hem niet. Waar is hij nou? Oh ja, onder de trap. Even kijken. Hoeveel krijg ik er dan bij? Oh jawel, we kunnen hem maken. Moet ik planken hebben? Wat ben jij? Ben jij een kip of een konijn? Twee. Konijn. 1, 2, 3, 4. En ik heb 11 ijzerfragmenten. 18 ijzerfragmenten nodig. Ja. Nou, dan ga ik hem even gauw maken. Cool. Kunnen we hem openen en dan kunnen we zien wat er... Ja. Oh shit, er zit een beer hier. Oh. Geen probleem, ik kan hem wel hebben. Ik lust hem rauw. Nou, niet echt, maar... Ik zou zeggen, eet smakelijk. Oké. Doe maar op school beer. We hebben nog ijzerfragmenten. Heb ik hem nou in mijn inventaris zitten? Ja. We hebben er nou nog 19 over. 19 ijzerfragmenten? Ja. Oeh, is niet veel. Nee, dus we moeten echt wel weer... Even kijken hoor. Waar was jij ongeveer? Ja, gewoon recht doorlopen. Ik zie jou aankomen. Oh, zit ja. Bij de boom hier zo. Ja, ik zie je. Ja. Kies je ziet me nou. Oké. Oeh, er zitten 14 ijzerfragmenten in. Scout. 2, 4, 6, 8, 44 kogels. Wat zinuw. Wat koperfragmenten. Paar planken, paar ijzeren platen. Oh, mooi. Ja, van alles wat. Moet je even kijken? Oké, als ik kan. Oh, chips. Verkeerde knop, sorry. Kom snel. Ik begin dood te vriezen hier zo. En een paar van die geweerskogels zaten er ook in. 3, geloof ik. Ah, mooi. Wat ben jij? Nou, jij bent... Ik zie een beetje paars, dus ik denk dat jij een beetje blauwe paarsig. Dus ik denk dat jij niet ijzer bent. Nee, dat is zink. Dat is zink. Ja. Oeh, het is koud.
Ja, zo. Nou, we moeten even op de kaart kijken en opletten waar ze spawnen en dan... Oké, ik heb in ieder geval even hout bijgevuld. Kogels waren aan deze kant. Ja. Ja, 8. 44 kogels. Oh, chips. 3 geweer. Wat hebben we nog meer? Even kijken hoor. Dat wordt gezellig. Hoezo wat nou weer? Ik zie 2 lampjes tegenover ons het in het bos. Oh, ik zie ze, ja. En ik zag er eentje met een blauwe... En wat is? Welke kant? Links of rechts? Rechts. Ik zit op die stenen daar. Dus die zitten echt heel dicht bij ons, blauw. Blijkbaar. Shit. Ja, dat is zeker shit. Daar zijn we... Ik had ze liever verder weg gehad. Shit. Ja. En dat andere is groen. Ja. Nou, dat zijn dan bandieten. Shit. Nou, wat leuk. Gaan we even op... Ons is niet beter geworden. Nee, volgens mij is het slechter geworden. Ja, het is slechter geworden voor ons. Ja, want die kant kunnen we gewoon niet meer op. Ik mag het niet... Ik baal daar enorm van. Ja, snap ik. Daar hebben we hij weer. Shit. Hey, wolfje. Hallo, wolfje. Nou, het is voor het eerst dat ik merk dat het voor iemand slechter is geworden. Ja. Tja, tja. Ja, zeg het maar. Je kan niet alles hebben, hè? Niet. Nee. Oh. Oké, je moet even wat eten. Eet eentje, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, we hebben nog 33 ijzererts dan. Ik ga wel dat ijzer even aanzetten. Ja, dat is wel slim. We hebben het nodig. Ja, heel hard. Ik ga even die platen opruimen en de sinew. We hebben 10 platen en 3 sinew. Mooi. Even alles wegzetten. Ook even opruimen. We hebben heel veel zink. Ja. Te veel zink. Te veel zink. Oké, even kijken of ik wat kan gaan vissen. Een paar wormpjes erbij, een beetje touw. En even kijken, fishing tackle, stokjes. Oké, wat hebben we nog meer? Dat willen we niet zo gek veel. Ik ga nog even kijken op het dak voor de planten. Moet ik nog iets meenemen? Voor de zekerheid neem ik as mee. Fles water. Ja. En wat heb ik hier? Zaden. Neem ik niet wat katoenzaad mee. Tomatenzaad en wortelzaad. Wortelzaad. Ja. Ach. Oh, er is een hoop klaar. Ho. Alle tomaten zijn klaar. Katoen was klaar. Oh, mooi. Yes. Zo, die wolf is weggerend, zeg. Ver. Eens even kijken, dan kunnen we. 3 katoen erin, ja. En dan doe ik... nog een tomaat omzetten in zaden. Zo, dan is die weer bijgevuld. Water, ja. En wat heb ik hier? Nou, alles is wel 100% boven, dus dat is goed. Mooi. Ik zit weer helemaal onder het bloed. Oh, lekker. Geweldig. Ben je weer bezig geweest. Heb je lekker een potje stoeien met de hond. Nou, die hond is er in ieder geval niet meer. Dus, Nee. Nou, ga ik even water pakken, want mijn flessen zijn nu leeg. Ik heb maar 1 fles. Waar?
Ja, maar... Ja, die andere staat volgens mij in de kachel, eentje. Ah, oké. Okay. En een lege nog in de kist. Geef alles maar. Mooi. Ja, die jouwe zit nog in de kachel. Oké, waar was dat andere kamp? Daar. We hebben nu 18 katoen. En hoeveel hadden we nodig voor helm? Nou, daar hebben we niet genoeg voor de helm. Nou, volgende keer. Even kijken. Ik heb nog 18. Een katoenzaadje gevonden. Oh, dat is goed. Ik heb alleen geen ruimte om er nu in te proppen. Ik zie daar 1, 2, 3. Drie bandieten. Dat we niet genoeg te doen hebben. Ja. Ja, dit is echt funest voor ons. Het enige wat je nog kan doen, dat is het een klein beetje manipuleren, maar dat kan alleen jij. Oh. En dat is bij, even kijken hoor, escape. En dan kan jij bij spel, kan je zeggen van even de band zonder jagers aanklikken. Even opnieuw spel opslaan. En dan weer aan inschakelen en dan... Zit ze weer bij andere locaties, zeg maar. Dat is de enige... Enige manier. Hm. Ja. Nou, ik ben bang dat we mee moeten leven. Oh, deze boom heb ik al gehad. Ja. Dat is de enige manier om ze nog even naar een andere locatie te krijgen. Ja. Om even het hele spel weer opnieuw te resetten, een beetje. Ja. Ja, nou ja, het is alleen eventjes, zeg maar, inschakelen. Of uitschakelen en daarna weer inschakelen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Hmm. Maar ja, we kijken wel, want ik zeg het, dan gaat er dadelijk toch weer in de toekomst weer één weg. Dus, en ja. Het is ook wel eens leuk dat je dadelijk een keer een aanval op hun kan doen. Ja, precies, zonder dat we echt heel ver moeten gaan lopen eigenlijk. Juist, dus. Ja, want ik moet dus wel een heel eind lopen om een aanval te doen. Ja. Alleen, Charlie is bij mij nog niet op de kaart. Die had ik natuurlijk eerst wel, maar die is ook verdwenen. Dus ik heb alleen Alpha nu. En Bravo is ook bezig met opbouwen. Dus het duurt even. Ja, maar wat gebeurt er als ze klaar zijn met opbouwen dan? Nou, als Charlie klaar is, dan gaat er één van de twee weg. Alpha of Bravo. Oké. Okay. Maar dan moet hij helemaal klaar zijn. En dan komt hij je achterna? Als je ze gaat plagen, wel ja. Oh. Want jij hebt ze alleen maar op wraakaanvallen staan. Ja. En als je periodiek en wraak doet, dan komen ze ook gewoon zomaar uit het niets aanvallen. Hmm. Ja. Maar daar hoef je echt niet blij mee te wezen, want dat kost je ontzettend veel goederen steeds. Je moet iedere keer alles... Want ze komen altijd op het moment dat jij niet bij je huis in de buurt bent. Oh, leuk. Ja. Dus dan krijg je wel een sign van je wordt aangevallen. Dat krijg je in je scherm te zien. Nou, eerder dat je dan weer terug bent, zijn ze vaak al weg. En dan kun je eerst alle schades repareren. En dan kan je hun wel weer gaan aanvallen. Van, dat je zegt van, goh, je hebt ons aangevallen... Maar dat zien hun dan weer. Oké, dan gaan we je nou een wraakaanval geven. Oh, en het nadeel is... periodiek... Alpha, Bravo en Charlie doen het. Dus op een gegeven moment heb je gewoon... van alle kanten dat je aangevallen wordt. Oeh, ja. Dus dat is echt... niet zo fijn. Nee. Daarvoor is alleen wraakaanval. Dus als jij hun lastig valt... dan gaan ze jou lastig vallen. Oké. Okay. Nou, en periodiek is echt om de dag. Om de dag? Ja, nou. Om de dag. Ja. En dan heb je of de pech dat ze alle drie op één dag komen, of ze komen twee op één dag en de dag daarna één. Hmm. Ja.
Ja, maar hoe overleef je dat? Dus dat ja, je bent alleen maar constant bezig met... Met vechten. Ja, ja, met repareren en verdedigen. Ja. Ja. Dat lijkt me niet zo heel erg leuk. Nee, dat vind ik echt te ver gaan. Dan moet je wel heel goed het spel kunnen spelen, want dan je moet gewoon ook nog tijdens het vechten eigenlijk moet je ook zoeken naar nieuwe middelen, nieuwe resources en dergelijke. Ja. Hout sprokkelen, noem maar op. Ja. Ja, want wij spelen natuurlijk nu gewoon lekker rustig op ons gemak en maar dat, dan kan je gewoon, je moet gewoon constant doorgaan dan. Ja. Oh, plantje wil ik ook meenemen, ja. Nou, eens even kijken. Wat kunnen we bouwen? Nog meer zonnepanelen? Moet je even kijken. Ja, ik denk dat je daar nou niet genoeg spullen voor hebt, denk ik. Want je hebt nog maar 3 sinu. Dus ik zou nog 1 touw kunnen maken. Maar ik weet niet, voor mij heb je ook sinu nodig voor je kleding. Oh ja, dat is waar. Dan moeten we even op zoek gaan naar some sinu. Ja, dus we moeten echt koegers... gaan jagen. Ah, die koegers. Want in principe zou het nu kunnen. We moeten ons alleen helemaal vol eten. En dan neem je voor onderweg neem je gewoon 1 stukje vlees mee. En je neemt genoeg fruit mee. Oké. Nou, we hebben heel veel tomaten. Ja, ik heb net een heel bed tomaten geplukt. Dus we hebben er in principe genoeg. We moeten wel een paar shotgun kogels bij ons hebben. Ik heb er 4 in mijn geweer zitten. Ja, ik zag hier geen eland ergens rondlopen, dus... Nee. Ben jij dat in het water? Ja. Okay. Lekker aan het dobberen. Hallo. Ja, kan ik zeggen. Het zag er best raar uit, om eerlijk te zijn. Even kijken, een beetje hout erbij. Dus je kan, als je wilt, kunnen we op koekentocht gaan. Ja, doen we dat. En dan gaan we even wat sinew halen. Ja. Hoe gaat het met stroom? Die ga ik even uitzetten nu. Hebben we genoeg ijzererts, ijzerstukjes? Nee, maar anders valt de koelkast dadelijk weer uit of we weg zijn. Oh ja. Eens even kijken. Ik neem sowieso, eet ik dan een stukje kip. Die is vol. En dan neem ik 2 stukken kip mee. En ik neem 2 tomaten en ik eet er 1. En een water. Oké. Dat is een biggetje. Nou. Ben jij volgegeten al? Nee, hè? Ik zit halverwege met groenten. Ik ga zo even wat... Nee, je moet echt helemaal vol eten, alles. Oké, dan ga ik even alles opeten. Je moet veel rennen. All that. Thank you. Dan... Ik heb wel genoeg pijlen. En dan jou ook mee, en jou ook mee. En nog een kistje hier. En dan moet ik nog eventjes nog ietsjes meer eten. En dan kunnen we gaan. Nog een kistje hier. Wat? Nog een kogels. Oh. Reload. Ja. Alles eventjes bij. Ja, nog meer shotgun shells. Mooi. En ik zie daar niks. Dus ik denk... Waar ben jij nu? Ik zit op de berg hier zo, bij een boom. Dan moeten we nu wel gaan hoor, want je gaat het sneeuwgedeelte in, hè? Oh. En hoe later het wordt, hoe kouder het wordt. Ja. Dus, anders moeten we het even in de volgende ochtend doen, dat kan ook. Ik vind het prima hoor, zeg jij maar, jij bent degene met ervaring. Ja, nee, ja, ik zei of we moeten nu gaan en anders moeten we gewoon wachten tot het weer ochtend is. In de hoop dat het niet regent. Nou, ik ben nu thuis, dus dan ga ik nu even heel snel met eten. Ja. Eten en even wat spul wegzetten. En dan dit en jij zaadjes en dit ook hier. Barbatroep. En
Ik heb water, ik zit helemaal vol, nou, ik zit niet helemaal vol met eten. Dan, en dan is jou erbij. Eten jou op, en dan nog twee stukjes vlees nog erbij, hè? Ja, doe maar gewoon meenemen, want als je op een gegeven moment je stamina gaat zakken, dan kan je even gauw wat eten. Oké, okay, ik zit weer helemaal vol. Ja? Ja. Nou, ik heb... Alles op groen. Ja, oké. Okay. Nou, de ramen. Heb ik nou... ja, loop maar. Zeg ze vol over. Doe je dit? We gaan ten onder. Ja. Nou, dan in de hoop natuurlijk dat we geen bandieten onderweg nog tegenkomen. Oh, kiesje. Dat kunnen we nu niet hebben. Appeltje. Prom 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 prom. Heb je nog? Ik loop achteraan. Ik moet even een kistje pakken. En het is, ga ik het zeg maar eerst voordoen. En als we dan zeg maar, we halen er geen twee vandaag, dat gaan we niet redden. Nee? Oké. Okay. Nee, dat redden we nou niet. Dan moet je echt morgen gelijk vertrekken. Aha. We kunnen wel misschien wel eentje halen. Maar in principe kun je zelfs twee of drie zelfs op een dag doen. Oeh, oké. Okay. Er is, ik heb één speler gezien die heeft de hele route gelopen. Waar koekers zitten. Dan heb je 5 koekers op een dag. Maar dat is echt wel heel. Dat moet je echt constant. Ben je dan bezig? Oké. Okay. Okay. Nou. Ja, dus laat die koekers maar zien. Als je hier naar rechts gaat. Hè, sorry? Laat die koekers maar zien. Nou, hier naar rechts. Ja. Nee, als je naar rechts gaat, heb je er één. En eentje daarheen. Even kijken. Zie je wel mensen, zit daar een wolf, dat weet ik. Dan kies je daar bovenop. Kijken of we die nog even kunnen pakken. Hé, hey, een katoenzaad, dat is mooi. Oh, wacht even. Hoor ik wat? Ik hoor niks. Oké. Okay. Ja, je hoort zo'n ik heel zwaar. Gebrom. Ja. Ja, een soort purrend geluid, zeg maar. Ja, ik weet ook niet hoe ik het moet noemen. Ah, het is een heel goede kat. Ja. Even goed kijken. Konijntje. Ik ken vanaf deze kant kan het al zitten, het kan hoger zitten. Zo, kijk eens wat hier staat, 2 tassen. Gewoon naast elkaar, en een kippetje. Ja, ja, die kip die laat ik wel even nu. Ja. Nou, we moeten wel binnenkort wel onze koekjes gaan vullen. Ja, maar ik wil nu liever voor wolven en zo gaan. Snap ik. Oké, okay. Ik moet wel de juiste knop in toetsen, want anders dan... Oké. Okay. Dus hij kan hier zitten. Dit gebied. Even aan. Pam pam pam. Kom hier, pussy, pussy, pussy. Nee, die kant zit hier niet. Ja, er zit er ook weer één. Dat is de derde deel. Dat is aan de andere kant. Oké. Okay. Hij zit... Oh, boven mij. Zie je hem? Achter die boom. Zie je oh ja, ik zie hem, ja. Nee, ik zie hem niet. Oké. Okay. Welke boom is het? Recht voor je. Achter die boom. Serieus? Loopt-ie. Wat? Waar? Ja, als je hier komt staan, je staat denk ik te ver... Oh, oké. Okay. Kijk,
Oh, daar is hij. Ja, ik zie hem. Ik zie hem. Oké. Okay. Nou, omdat ik iets te ver weg ben in bang. Ik denk niet dat ik hem ga redden zo. Ga proberen. Even kijken. Hé, hey, poesie. Ik zie hem. Ik heb lekker een visje voor jou. Nee, is mis. Nou, gaat hij altijd in elkaar duiken. Je moet even wachten, hem schieten. Nou zie je hem niet, hij duikt in elkaar. Ah, ik zie hem wel. Oh, nee, hij duikt in elkaar. Ja. Kunnen we niet dichterbij gaan? Dit mag, kan het niet. Nou. Ja. Dat is niet slim. Oh, hij komt deze kant op. Ja. Poesie, poesie, poesie. Oh, loopt weer rond. Ja, dat zeg ik. Dat is echt een gewoonte van hem. Die staat heel even stil. Oh, ik heb... Heb je hem geraakt, rennen? Ja. Oh, rennen? Oh. Blijven rennen. Oké.